konnichiwa. Hollanda kara, kimashita. Thomas des. Na 5 jaar HHC Hardenberg is Thomas Bakker vorig jaar toe aan een nieuwe uitdaging. En dus verhaalt hij Nederland voor Japan. En dat avontuur kwam erg onverwachts. Het begon eigenlijk midden in de nacht. Ik lag te slapen. En ik kreeg een belletje vanuit Japan, vanuit mijn zaakwaarnemer. En die vertelde van, hey, ik heb goed nieuws voor je. Ik heb een stage voor je geregeld in Japan. En op dat moment, je beseft het natuurlijk niet helemaal. Maar een minuut later kreeg ik al een Japanse technisch directeur aan de lijn. En die eigenlijk in slecht Engels vertelde van, oké, weet je, we gaan je de kans geven en kom hier. En we gaan alles aan doen dat het een succes wordt. Dus toen gelijk mijn ouders wakker gemaakt. En vertelde ik ga naar Japan toe. Eigenlijk binnen 2 weken zat ik in Japan voor een stage. Toen Bakker na de zomer opeens nabij de stad Nagoya in Japan tussen de rijstvelden stond, was het even wennen voor de 27-jarige verdediger. Dus ik had de sleutel van een appartement gekregen, maar ik had eigenlijk, er stond helemaal niks in. Dus ja, ik moest schoonmaken. Ik had geen bed om op te slapen, dus ik sliep eigenlijk wel op de grond. Ik moest mijn weg een beetje zoeken. Ook vooral natuurlijk omdat de jongens in mijn team spreken geen Engels. Dus je bent helemaal op jezelf aangewezen. Dus ja, het was echt een beetje acclimatiseren. Leven uit de koffer en een beetje de buurt verkennen. En op het veld ging ook niet alles even gemakkelijk. Het is heel lastig om te begrijpen wat nou de bedoeling is. De eerste woorden die ik leerde waren links, rechts, Hidari, Migi, achter je, Oshiro. Weet je, dat soort dingetjes moet je toch weten, omdat je probeert ook je teamgenoten een beetje te sturen. Om het jezelf ook wat makkelijker te maken. Alleen moet ik zeggen, bij ons in het team, de tactiek is me nog steeds niet helemaal duidelijk. Het ligt niet zozeer aan mezelf of de spelers, maar meer aan de coach, dat die heel onduidelijk is. Dat maakt het ook nog een stuk lastiger natuurlijk. Kijk, als je als team een plan hebt waar je aan kan vasthouden, dan kan je altijd ergens op terugvallen. Weet je? En dan weet je ook van elkaar wat er verwacht wordt en wat je moet doen. En dat is tot nu toe nog steeds in het team wel... wel zoekende. Maar omdat Thomas geen Japans spreekt en de nieuwe trainer geen Engels, valt hij al snel buiten de selectie. Natuurlijk, weet je, ik kwam met andere verwachtingen, kwam ik hier. Ik had gehoopt om veel wedstrijden te spelen hier, eigenlijk zo snel mogelijk nog een stap hoger op te maken. Alleen ja, als ik kijk hoe het loopt, wat ik heb geleerd in Japan is dat bepaalde dingen heb je gewoon geen invloed. En ik heb hier echt geleerd, vooral het laatste half jaar, hoe je bepaalde dingen kan relativeren. Eerst kon ik best wel reageren met emotie. Kon ik best wel snel of om dingen mij druk maken of boos worden. Maar ja, weet je wat ik net zeg ook, bepaalde dingen, dat is overal in het leven, kan je gewoon niet beïnvloeden. Dus laat het gewoon langs je heen gaan. En ook buiten het veld is het wennen voor de Fries. Nou, als je ten eerste al kijkt hoe groot Nagoya is. Nagoya is een van de grootste steden van Japan. Er zijn hier zoveel mensen. Het is hier echt, echt bruisend elke dag. En Hardenberg is in dat opzicht toch een stuk rustiger. Het centrum van Hardenberg kan ik bij wijze van spreken in 5 minuten lopen. En Nagoya kan ik misschien wel 5 dagen voor uittrekken. Omdat zijn contract niet verlengd is, is het Japanse avontuur toch echt over. Een terugkeer naar HC. Ja, ik heb mijn nummer niet veranderd, dus ja, ze kunnen altijd bellen. Ik heb 5 mooie jaren gehad. Als ik zeg, laat me eens terug naar Nederland komen en we gaan het wel zien.